sinds vrijdag 12 november gelden er in Nederland weer nieuwe verscherpte coronamaatregelen. Naast de basisregels geldt nu ook weer werk zoveel mogelijk thuis en vervroegde sluiting van winkels en horeca. Voor laatstgenoemde gelden er nog meer regels. Alle nieuwe maatregelen werden die vrijdagavond bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Gelijkertijd vonden bij Bollé Events in Rhenen de laatste voorbereidingen plaats voor een teenage party. Robert Bollé hoorde ook de nieuwe maatregelen en zijn reactie is duidelijk. Belachelijk. Omdat? Wij net derde feestje aan het doen zijn en nu alweer gelijk dicht moeten. Dat is gewoon belachelijk. Derde feestje, dus je bent een hele lange tijd gesloten geweest. Hoe ben je die tijd doorgekomen? 20 maanden om precies te zijn. Dicht geweest. Ja, veel klussen en programmeertaal leren. Omdat? Ja, je moet toch wat. Maar je hebt ook personeel? Jazeker. Hoe ga je daar dan mee om? De meeste zijn op ZZP-basis. Je hebt een aardig rijke geschiedenis hier. Ja, 85 jaar, hè, familie. Die coronamaatregelen, wat zou volgens jou nu het beste zijn? Ja, dat de corona-check-app beter nageleefd gaat worden. En dat die niet met mensen die besmet zijn gewoon een groene QR-code kunnen krijgen. Dat moet gewoon heel snel weg. Moet je nu ook extra kosten maken vanwege, dat je extra mensen in moet huren of zo? Nou, wij hebben gewoon opstartkosten. Als je 20 maanden dicht geweest bent, dan heb je een enorme opstartkosten. Er zijn heel veel apparaten die gewoon niet meer willen. En dat kost eigenlijk een godsvermogen, als ik het zo omschrijven mag. En dat, als je nou weer dicht moet en je moet dat weer doen, dat is echt bijna een doodsteek voor een bedrijf. Dus je ziet de komende tijd somber in? Jazeker, ja. Er moet echt wel weer steun van de overheid gaan komen, want anders gaan we dit echt niet overleven. De vervroegde sluiting van de horeca ging in op zaterdag 13 november. De avond ervoor was het dus nog tijd voor een feestje in Rhenen, waarbij rapper Brent een optreden verzorgde. En Brent had er zin in. Ja, voelt goed. Leuk om hier te zijn sowieso. Dus we gaan er een leuk feestje van bouwen, nu het nog kan. En ik denk dat we even moeten wachten voor de volgende keer. Dus hopen dat het druk is. Gas erop dus. Doe je nou veel optredens door het jaar heen? Normaal doe ik er eigenlijk 2 in de week, gemiddeld zeg maar. Maar doordat het nu met corona wat moeilijker is, hangt het er vanaf soms 1, soms 3. Nu alles weer dicht gaat, wordt het afwachten. Dus wordt een lastige periode weer, maar ja. Heb jij dan ook enorm last van dat nou alles weer dicht gaat? Ja, zeker. Ja, mijn inkomsten komen uit boekingen voor natuurlijk. En verder heb ik natuurlijk mijn maandelijkse inkomsten met muziek. Boekingen zijn wel lekker natuurlijk. Ook om het een beetje draaiende te houden. Maar we gaan gewoon lekker door met werk en wachten tot we kunnen optreden. En dan hopen dat het weer snel kan gebeuren. Straks nog 1 keer knallen dus? Ja, nog 1 keer knallen en dan gaan we weer terug naar huis. En dan zullen we zien wanneer het weer kan, Ook Heidi Vink van Buitenzorg heeft de persconferentie gezien en baalt er behoorlijk van dat er nieuwe maatregelen gelden. Ja, je denkt gewoon weer, beginnen we weer helemaal opnieuw, want dat is het eigenlijk. We hebben dit al een keer eerder meegemaakt, dus we konden het zo weer van de plank halen, bij wijze van spreken. En je hoopt natuurlijk wel op toch wat betere berichten, maar het is hopen op beter weten. Want er komt in één keer heel veel op je af. Ja. Ja, je gaat toch weer denken van oké, hoe gaan we dit nu weer aanvliegen? Kunnen we dus die dingen die we op de plank hadden liggen, kunnen we die dan toch weer gaan implementeren hier? Kunnen we dat weer op dezelfde manier doen? We merken hier en daar ook wel dat mensen dat ook wel weer gezien hebben. Hè? Ik bedoel, die drive-thru, tuurlijk gaan we dat allemaal weer doen. Maar die stimulans, hè, en het supporten van de mensen, ja, kun je dat weer aan de mensen vragen? Want iedereen is echt wel coronamoe. Waar merk je dat aan? Door de feedback die je van mensen krijgt, de weerstand natuurlijk ook. Hè. Ik bedoel, gelukkig mogen we nog steeds gasten ontvangen. Maar je hebt toch heel veel hetzelfde gesprek van wat jammer en wat erg en wat balen en we moeten weer. En kunnen we niet zus of kunnen we niet zo? Hè. Iedereen probeert ook wel heus wel mee te denken in allerlei oplossingen. Maar je merkt eigenlijk aan iedereen van we worden er moedeloos van. En je merkt het natuurlijk ook aan mensen die bellen en die dingen afzeggen. Want daar hebben we zeker wel weer mee te maken. S'avonds om 8 uur dicht? Ja. Dat kost ook wat?
Dat kost ook wat. Nou hadden we altijd maar één shifting. Dus, maar dan nog, ik bedoel, wij zijn wel een soort tent waar mensen echt uitgebreid kunnen blijven zitten. En je wil mensen niet op de klok laten kijken van nou hop, jullie moeten gaan. Zeker zit je ook met je feestjes, hè? Er mocht weer een beetje gedanst worden. Nou, ook dat is eigenlijk nu allemaal voorlopig weer van de baan. Ik bedoel, dan kun je nog wel eerder beginnen. En dat proberen we ook zeker wel aan te bieden bij de gasten. In plaats van 8 uur beginnen, dan beginnen we om 3 uur. Hè? Dat we het er gewoon een beetje gaan opschuiven. Maar ja, consequenties heeft het zeker, ja. Maar het zit niet echt in de cultuur van Nederlander om 's middags om 3 uur al aan het diner te beginnen. Nee, nou ja, wat wij dan ook zeker wel proberen is het zogenaamde dinsje. Dat zit tussen een lunch en een diner in. En dan hoeven mensen 's avonds niet meer te eten. Maar ja, Nederlanders mogen nog wel opgevoed worden daarin, ja. Nu zijn die maatregelen er dus. Er moeten allemaal dingen geregeld worden. Dat kost ook extra geld, maar er komt geen steun. Nee. Hoe kijk je daarnaar? Het wordt allemaal bedacht door mensen die niet op de werkvloer staan. Dat is sowieso denk ik al duidelijk. Ze kijken überhaupt nergens naar, want je hebt het niet alleen over steun, maar je hebt het natuurlijk ook nog over een stukje derving. Laten we daar het eerst eens even over hebben, want ze besluiten iets op vrijdagavond. En je hebt je inkoop al voor het weekend gedaan en daar kun je eigenlijk niks meer mee. Dat is al één. En dan inderdaad, aan het eind van de maand moeten de salaris weer betaald worden. De hypotheek moet weer betaald worden. En de reserves die je had, die heb je natuurlijk bij de vorige lockdown al verbruikt. Dus die emmer is wel heel erg leeg en die put wordt wel heel erg diep. Hoe kijk je naar de periode na 4 december? Om heel eerlijk te zijn, heb ik er een hard hoofd in. Ik denk dat dit een aanloop is tot... En zonder negatief te willen zijn, maar ik ben bang dat ze straks toch weer gaan zeggen van jullie moeten helemaal dicht. Daar ben ik bang voor.